De basis nummer 12, Katrien. Ja. Wat gaan we maken? Pasta carbonara. Kunst van de eenvoud. Lekker. Kunst van de eenvoud? Waar beginnen we mee? Nou, we beginnen eigenlijk met het koken van de pasta. Ik heb een enorme pan pastawater opstaan, maar hoe we pasta koken hebben we al een filmpje van gemaakt. Ja. Dus weer heel veel liter water, want we maken nu pasta voor 5 personen. 500 gram pasta, dus 5 liter water, 50 gram zout. Okay. Alles staat al klaar, dus laten we gewoon gaan beginnen. Oké, spaghetti erin. Ruime pan. Nou, terwijl de spaghetti aan het koken is, gaan wij de saus voor de spaghetti maken, de carbonara saus. Dus wat doen we nu? Wat doen we nu? We beginnen met het bakken van het spek. Eigenlijk zijn er maar 5 ingrediënten. Pasta staat op. We gaan spek uitbakken en voor dat spek gebruiken we een heel speciaal Italiaans spek. Dat is pancetta. Dat is heel mooi vet dooraderd. Ja. Dat geeft een heel speciaal aroma. Maar je kan ook gewoon ontbijtspek gebruiken. En, of vegetarisch. Precies. Vegetarische spekblokjes kan je natuurlijk ook gebruiken voor een vegetarische variant. Ja. Verder kaas. Nummer 3. Eitjes en olijfolie. Ja. Zo makkelijk is het. Oké. Kunst van het weglaten is koken. Spekjes uitbakken op medium vuur. Moet niet met heel veel power. Gewoon rustig de tijd voor nemen. En je doet er dus ook geen olie in? Nee. Het spek zit vol met vet. Ja. Dat hebben we net ook gezien. 5 personen, 5 eitjes. Heel mooi. Even los tikken. Oké, Katrien, de spekjes zijn bijna klaar. De pasta is ook bijna klaar. En nu komt het heel nauw. Bij carbonara is het eigenlijk heel vlug werken. Die pasta moet gloeiend heet zijn. En dan gaan de rauwe eieren erdoor, de kaas, het spek en de olijfolie en dan is het klaar. Okay. Maar de volgorde is heel belangrijk, ik zal je het laten zien. Oké, de pasta is goed. Ga ik een klein beetje kookvocht achterhouden, ik zal zo laten zien waarom. Deze eraf. Nou, die kan meteen weer terug in de pan. Wat is de volgorde? De volgorde is kookwater erbij en dan gaan we die pasta echt weer even heel erg heet maken. Gloeiend heet en daar helpt dat kookwater dan ook bij. Olijfolie erbij, ongeveer 50 milliliter. Het recept staat natuurlijk op koken met kennis. En dit even goed roeren, dat die pasta echt heel heet is. Oké, dit moet je nog... Nee, niet oké. Oké. Nee, niet oké. Pancetta erbij. En dan mag jij de kaas erdoor doen, Katrien. Woep. Dan ga ik alvast roeren, dan kan die kaas smelten. Ja. En dan nu de eieren. Dus pak de eieren maar en giet er maar bij. Oké. En nu goed roeren. Lekker roeren. Ja. Kijk, en nu zie je dat die eieren die stollen eigenlijk door de hitte van de pasta. Maar geweldig, Katrien. Perfect. Serveren maar. Peper moet er nog door. Ja. Kijk, en het mooie van een goede carbonara is dat het ei eigenlijk baveu is. Dus dat is net gestold, maar dat hangt er een beetje tegenaan, zodat het nog wel sauserig is. Zo, een beetje parmezaan. Lekker. En nog een beetje peper. Dat ziet er goed uit. Katrien, de eerste carbonara. Ja, ze kan hem helaas zelf niet opeten, maar dat doe ik dan voor haar. Dank je, Katrien. Yes. Thank you.